Een team van nationale en internationale deskundigen heeft de afgelopen periode heel hard gewerkt aan het blootleggen van financiële misstanden binnen het SZF. Met inzet van forensisch specialisten is aan het licht gekomen dat gelden verkeerd besteed zijn of zelfs zijn toegeëigend. Er is sprake van rakenklappen tegen corruptie, daar het hier gaat om bedragen in de orde van respectievelijk 1,1 miljoen US dollar en 1 miljoen SRD. Deze zaken zijn in het kielzog van de case. Er zijn intern diverse medewerkers gehoord waarbij schuldigen door de mand zijn gevallen. Dit heeft geresulteerd in volmondige bekentenissen, gevolgd door het onmiddellijk ontslag van 5 medewerkers, daar er sluitend bewijs aanwezig is. De informatie is beschikbaar gesteld aan het Openbaar Ministerie, dat intussen het strafrechtelijk proces is gestart. Het gaat in de meeste gevallen om medewerkers met leidinggevende posities. De regering heeft beloofd zonder aanzien des persoon keihard op te treden in gevallen van corruptie en houdt zich onverkort hieraan. Aldus een persbericht van de CDS.